Welkom bij een nieuwe aflevering van Master Your Business Moves. Dit is een podcast, maar dit is ook een video en je kan hem ook terugkijken op YouTube. Nou, we gaan dit keer in gesprek met Danique Oberijen. En zij is een business coach, net zoals ik een business coach ben. En we gaan met elkaar hebben over hoe kies je nou een business coach? Hoe kies je nou een business coach die echt bij je past? Nou, Danique, daar gaan we het lekker over hebben. Misschien is het leuk om alvast te vertellen wat voor klanten jij hebt. Dan kan ik daar ook nog wat over uitleggen. En dan gaan we verder in de vraag hoe je dan tot die keuze komt. Ja, leuk. Dankjewel ook voor de opname vandaag. Superleuk. Ik ben inderdaad Danique. Ik werk ook als coach, ook als business coach. En ik richt mij met name op de recent gestarte ondernemer die echt nog aan het begin staat eigenlijk van het opzetten van het hele bedrijf en ook op de ondernemer in de dop. Dus eigenlijk degene die nog in loondienstverband zit, zich geleefd voelt door de baan- en loondienst en graag wil starten met ondernemen. Maar ja, wat dan? Wat kan ik dan bijdragen? Daar zijn er al zoveel van. Help. Ja. Oké, okay. Nou, dat is heel duidelijk. Eigenlijk heb je al, als men een keuze moet maken, is dit al een heel duidelijke keuze wie jij bent. Ja. Nou, als we kijken naar mijn doelgroep. Wij hebben ook een startersprogramma, dat heet Fire Start Your Business. Daar helpen wij inderdaad mensen een bedrijf te starten. Of je start net, je zit in die creator fase en je weet nog niet zo goed wat je moet doen. En er zijn 1000 keuzes te maken en je denkt, oh, wat dan? Weet je wel? Die helpen wij in Fire Start Your Business. Wij hebben een aantal levels up. Dus dan hebben wij het vervolgtraject wat daarop zit. Dat is Heat Up the Business. Dat is voor ons, voor ondernemers die 4000 euro minimaal doen per maand. En dat consequent zeg maar zo doorzetten. Daar gaan we kijken hoe ze natuurlijk dat verder kunnen uitbouwen en die omzet kunnen vergroten. En dan hebben we veel 1-op-1, ons VIP-product. En daar helpen we mensen, nou, die zitten ergens, laat ik het maar zo zeggen, tussen de 3 ton en de 2 miljoen. En daar gaan we veel meer kijken naar de teams aansturen, naar de processen. En daar zitten we helemaal niet meer in dat hele startersgebeuren. Dus bij mij is het een groter, zeg maar eventjes, range met, zeg maar even, eigenlijk heb ik, nou ja, 3 takken, zeg maar even. En dat is ondernemen, maar het werkt in een fase waar je zit net even anders. Ja, leuk. Klinkt echt ook super tof. En ik ga zelf ook meteen aan op het woordje Firestarter. Nou, mijn eerste traject heet Fire to Freedom Plan. Dus ook het woordje vuur, zeg maar. Dat, juist. Ja, ik hou ervan. Ja, heel goed. We hebben allebei wat met vuur. Het vuurtje wat in ons hart eigenlijk aan zou moeten gaan, aan moet staan, om uiteindelijk, vind ik, ook je business neer te zetten. Want als je een rotdag hebt en je vuur is niet aan, je innerlijk vuur bent je kwijt, en dan kan je ook niet meer, zeg maar, even voor je business werken. En ik denk dat dat een intrinsieke motivatie zou moeten zijn, dat je het leuk vindt om aan die business te werken, maar ook uiteindelijk natuurlijk die klant te helpen. Want dat vind ik heel erg belangrijk, dat jouw klant een oplossing heeft voor de uitdaging, pijn, verlangen, het probleem wat hij ook daadwerkelijk heeft. Ja, absoluut. Helemaal eens. Ja, hey, en als jij nou kijkt naar klanten die naar jou toekomen, er zijn ook wel eens klanten die nee zeggen, of er zijn klanten die twijfelen. Hoe laat jij ze nou een keuze maken om voor jou te kiezen? Of hoe help je ze met de keuze? Kan jij dat uitleggen? Want we wilden dat uitleggen aan de luisteraar die hier natuurlijk vandaag luistert. Ja, absoluut. Ja, de meeste klanten die komen op dit moment bij mij terecht via Instagram. Nou, ook wel eens af en toe via LinkedIn, via de podcast. Nou, de podcast gaat vaak weer indirect ook weer via Instagram. Ja. En dan ontstaat er vaak een gesprek op basis van iets wat ik gedeeld heb. Dat vindt vaak plaats in de DM. Ja. Aan de achterkant dus van Insta. Ja, en dan echt de verbinding met elkaar opzoeken in de DM, ook echt met elkaar het gesprek aangaan. Dus daarin tast ik eigenlijk al heel goed af van, hey, zou die persoon een potentiële match kunnen zijn? Zou ik die persoon ook verder kunnen helpen met de doelen die die persoon voor zichzelf gesteld heeft? Of de verlangens die hij of zij ervaart? Ja. En op het moment dat dat antwoord voor mij op ja uitkomt, dan initieer ik op een bepaald moment van, hey joh,
Ik zie dit en dit en dit bij jou gebeuren. Ik heb daar wel die en die ideeën over. Zullen we eens een keertje kennis maken om te bekijken of ik jou daarin zou verder kunnen helpen? Ja. Nou, dan gaan we inderdaad een persoonlijk kennismakingsgesprek aan. Dat doe ik via Zoom. En in het kennismakingsgesprek is het voor mij heel belangrijk om echt 100% zeg maar ingetuned te zijn op degene die tegenover mij zit. Dus eigenlijk mijn eigen belangen, sores even helemaal aan de kant te schuiven en echt te gaan kijken van joh, wat speelt er? Waar wil jij naartoe? Waar verlang je naar? En ben ik de aangewezen persoon om jou daarin te kunnen helpen? Ja. Dat is de hoofdvraag die ik voor mezelf beantwoord. Nou, als ik dat gevoel heb van ja, het vuurtje brandt en ik kan deze persoon zo goed helpen. Ja. En we zijn ook een match. Ja. Ook niet onbelangrijk dat goed zit. Vind ik persoonlijk, er zijn ook coaches die zeggen het maakt allemaal niks uit. Nou, ik zie dat wel iets anders. Ik hoop dus op het gevoel wel heel specifiek wie bij me past en wie niet bij me past, zou ik zeggen. Ja, precies. Ja. En want als je naar jouzelf kijkt, even, ben ik wel even, want het is anders slaan we dat over. Wie past dan zo waanzinnig goed bij jou? Wie zo waanzinnig goed bij mij past, ja, dat is echt wel de ambitieuze, recent gestarte ondernemer of ondernemer in het dop. Vooral jonge vrouwen waarmee ik werk, die echt een gigantisch vuur eigenlijk van binnen voelen, heel ambitieus zijn en zich daardoor soms ook wel eens stiekem overweldigd voelen. Door de grote dromen die zij zelf hebben en nou ja, vervolgens ook worstelen met hoe ga ik daar dan komen. Ik kom helemaal niet uit een ondernemersgezin, dus ook eigenlijk dat type klant wel, die niet in een omgeving zit waar heel veel te sparren valt of waar nou ja, ook regelmatig eigenlijk wel gevraagd wordt van joh, dat ondernemen, zou je dat nou wel doen? Is dat nou wel zo'n goed idee? Het is namelijk voor mij een hele herkenbare situatie. Dus echt, wat voor mij heel belangrijk is, is het stukje ambitie, maar ook vooral het vuur, de passie en een bepaalde energie, een fijne, positieve energie. Ja, ja. Als ik naar mijn klant kijk, hè, want hoe maak ik keuzes, ook leuk voor, denk ik, je moet bij mij passen, hè, want dat vind ik belangrijk. Ja. Ik ben zelf heel recht door zee. Ik ben heel kort door de bocht. Ik verwacht echt actie in de taxi. Ambitieus mag je zijn. Je mag ook iets minder ambitieus zijn. Maar ik wil namelijk inderdaad wat jij zegt. Hè, dat vuur moet aangewakkerd zijn. Je moet niet goed weten wat je te doen hebt. Je hebt vaak chaos in je hoofd. Als we kijken naar mensen die bij mij passen. Ja, dan moet je wel tegen mijn mens zijn kunnen. En ik ben gewoon heel recht door zee. Ik zeg altijd tegen klanten, stop met kutten. En nou, dat is heel erg to the point. Ja. En als je tegen dat soort even, nou ja, wat grovere uitspraken niet, als je daar niet mee, dat niet kan handelen, dan moet je dat niet doen. Dus ik ben heel erg to the point. Waarom ben ik ook zo? Ik weet namelijk dat dat heel erg raakt. Dat mensen denken, oh, wow. En dat komt binnen. En dat wil ik ook. Hè? Dus vandaar dat ik ook heel vaak heftige woorden zeg, om uiteindelijk ook echt binnen te komen. Want daar waar het binnenkomt, raakt het. En daar zeg maar even kan ik een draai maken in je zeg maar even in je doen uiteindelijk. Dus ik ben best wel flamboyant. Ik heb altijd gekke prints aan. Ik heb vaak felle kleuren aan. Vandaag niet, maar ik heb wel alle twee prints over elkaar heen gaan. Je moet ook tegen mij als mens kunnen, laat ik het zo zeggen. Want uiteindelijk is het bouwen van een business altijd een soort van, daar zijn een aantal stadia voor. Hè. Het gaat een beetje linksom en het gaat een beetje rechtsom, denk ik. Maar het gaat er vooral om, inderdaad, kan je met degene die tegenover je zit en kan je daar door een deur. Ja. Dat is voor mij superbelangrijk. Hoe zit jij daarin zelf? Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik vind het ontzettend belangrijk dat ook de mensen waarmee ik werk en de mensen die ook met mij zeg maar willen werken, dat we echt wel eenzelfde visie hebben op het leven, op het ondernemerschap en ook op het opzetten van een bedrijf. Ik wil graag met de mensen samenwerken die een bedrijf als middel zien voor het leven van hun droomleven eigenlijk. In plaats van degene die willen gaan voor het snelle geld en veel verdienen en dat is zeg maar het motortje. En natuurlijk, kijk, geld is heel belangrijk, hè? Het is de taal van je bedrijf. Maar ik vind, daar moet wel uiteindelijk iets onder zitten. Het bedrijf is voor mij echt een middel en niet het uiteindelijke doel. Nou, maar ik denk wat dat betreft is dat, laat ik zeggen, voor 9 van de 10 mensen niet. Want als je geld als doel hebt, dan ga je lekker bij de bank werken, denk ik. Hè? Dus en ga je in een aantal andere businesses zitten
Nou goed, laat ik het zo zeggen. Dat zijn niet de gemiddelde, inderdaad, lekkere, normale ondernemers. De gewone ZZP'ers die ja, een bedrijf willen opzetten om gewoon een mooi leven te leiden. Om een mooie vakantie te maken. Om voor hun kinderen uiteindelijk natuurlijk de school te betalen. Of, nou goed, even, die gaan zijn, staan anders in het leven. Dat zijn ook mijn klanten. Ik heb ook niet de... Ik noem dat altijd de dominante mannen. De narcistische mannen, die passen niet bij mij. Er is maar één dominant en zeg ik altijd, en dat ben ik. Ja, nee, dat past ook niet bij mij, nee. Nee, weet je, dat gaat niet werken. Als we bij mij in ieder geval klanten komen, dan moet je echt ook gaan doen wat ik zeg. Want anders ja, moet je het traject niet bij me aangaan, want dan moet je het lekker zelf doen. Weet je, dan moet je gewoon... Kijk, we gaan dat altijd in overeenstemming doen. Ja. Hè? Je zit altijd natuurlijk in een bepaalde creatieve fase. Bij de een past een bepaalde techniek of manier van werken beter dan bij de ander. Maar goed, als je niks wil veranderen, nou ja, ik zou zeggen, dan moet je met geen enkele business coach aan de slag gaan, want dat heeft geen zin. Ja, je moet wel openstaan voor coaching. En om ook gecoacht te worden. En ik vind het wel interessant wat jij zegt. Dus daar wil ik wel even op inhaken. Want jij zegt natuurlijk van, joh, als iemand bij mij instapt, dan moet diegene eigenlijk gewoon doen wat ik zeg. Natuurlijk in overeenstemming. Dat begrijp ik heel goed. Daar zijn natuurlijk ook wel verschillende visies op. En misschien is dat ook wel interessant om dat nog even aan te halen in het licht van business coaching. Want de ene coach zegt echt, ik coach, zeg maar, ik stel de juiste vragen en ik laat jou zelf de richting bepalen. Er zijn ook coaches die zeggen, nee, ja, ik adviseer echt en ik geef jou echt de tools om het uiteindelijk te gaan doen. En ik stuur je misschien wat meer. Wat is jouw kijk daarop? Ik ben niet zo'n coach. Ik ben een coach die inderdaad tools heeft. Ik heb een visie. Ik heb meerdere bedrijven gebouwd die succesvol zijn geweest. Dus ik weet heel goed wat er moet gebeuren om een succesvol bedrijf neer te zetten. Ik ben niet een coach die advies geeft. Ik ben een mentor wat dat betreft meer. En we noemen het wel business coach, maar ik ben meer de business mentor. Ik hou niet mijn mond dicht als ik denk, hey, dit gaat fout. Of je moet een trap onder je kont soms krijgen om iets te doen. Hè. Ik geef die liefdevolle duw, schop, hoe je dat wil zeggen. Ik durf mensen ook aan te spreken op hun gedrag. Ik ben wel echt de confronterende coach. En ik ben niet de coach-coach. Dat heb ik ook geleerd op mijn coachopleiding. Ik heb een echte coach-coachopleiding gehad. En daar leerden wij dan achterover te leunen. De luie coach dat te zijn. De klant inderdaad zijn weg te vinden. En jij moest dan alleen de goede vragen stellen. Nou, ik vind dat echt hartverscheurend. Dat meen ik echt vanuit de grond van mijn hart. Want ik vind dat zo... mensen zijn zo zoekende. Hè? En omdat ze nog iets niet gedaan hebben, kunnen ze ook soms de weg niet weten. Want je hebt geen idee welke wegen er zijn. En ik vind het aan ons als even dan misschien wel business mentor... belangrijk dat wij de wegen aangeven en vertellen als je weg A beloopt, dan gebeurt er dit. Als je weg B beloopt, gebeurt er dit. En als je weg C beloopt, dan gebeurt er dit. Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen bedrijf. Hè? Dus dat ben ik niet. Maar ik denk wel dat je echt wel iemand vanuit die... Ik in ieder geval, laat ik het voor mezelf spreken. Ik adviseer iemand vanuit mijn 28 jaar ervaring als ondernemer. En daarmee een aantal tools die ik de coachee geef. Zij moet het zelf doen. Maar ik ben wel heel stellig. Hey, kom op, we gaan nu gas geven en dit gaan we doen. Ook omdat ik weet dat het werkt. Ja. En dit is zeg maar even, ik heb een heel groot... bedrijf gehad, wat ik verkocht heb. En ik heb zoveel mensen opgeleid, zeg maar even, eigenlijk die mini-ondernemer waren in mijn organisatie, zeg maar even. Want ik zag elke collega / werknemer altijd als mini-ondernemer. Zo heb ik ze ook altijd benaderd. En het heeft altijd gewerkt. Dus vandaar dat ik misschien dan ook wel daardoor heel erg overtuigd ben van mijn manier van werken, laat ik het zo zeggen. Ja, wel mooi. Ja. Ja, mooi hoe je het omschrijft en... Ja, ik vind het wel heel tof dat je het ook zegt van de luie coach, het achteroverleunen, de vragen stellen en het eigenlijk zelf laten uitzoeken. Ja, ik vind daar ook wel wat van. Ja. Ik denk, er zit natuurlijk een nuance in echt iemand vertellen van, hey, je moet nu die richting uit zonder de andere wegen kenbaar te maken. Ja, maar er zit natuurlijk het hele andere uiterste in mijn optiek is inderdaad het echte, ja, zoek het maar uit en ik stel je wel de juiste vragen en dan komen we er wel. Ja, hoe pak jij dat zelf aan? Ik sluit me eigenlijk
aan bij wat jij vertelt. Wel toegespitst op de coachie natuurlijk, op de klant die ik voor mij heb zitten, wat daar de dromen, de verlangens zijn. Ja. En samen gaan we dan inderdaad bekijken van joh, welke wegen zijn er? En wat past er ook bij jou? Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Want... Het moet allemaal bij de coachie passen. Ja. Maar je moet wel aangeven welke wegen er zijn. Dan kunnen ze daar ook een keuze in maken. En ik merk zelf heel vaak dat het niet eens gaat omdat ze niet willen veel. Maar heel vaak belemmeringen hebben. Eigenlijk even mindset problemen hebben. Waarom ze bepaalde dingen niet doen. Of dat er iets nog niet gedaan is. Hè. Dus dat is veel vaker, vind ik, het geval. En ik zie ook heel veel business coaches die het heel erg strak hebben. Even alleen maar over de marketing en over de sales. Zo ben ik dus niet. Ik heb natuurlijk ook mijn marketing en ik heb mijn sales en ik heb mijn structuren. Maar er is ook altijd mens. Ja. En soms moet eerst de mens geholpen worden. En dan gaan we eerst met jouw mens, met jouw zijn aan de slag. En dan ga ik je helder maken dat je eerst anders mag voelen. En daar vanuit dat voelen anders zou mogen handelen. Dan krijg je ander resultaat. En zo verder geeft dat heel veel zelfvertrouwen. Maar uiteindelijk... Weet je, het gaat niet alleen maar om tools. Want tools kan je overal vinden. Even kort door de bocht. En die zijn gratis ook te vinden op het internet. Elke tool is gratis te vinden. Er is genoeg gratis informatie. Het gaat uiteindelijk, vind ik zelf altijd, heel erg om de ander helpen, invoelen. En voelen waar nou echt die belemmering zit. Waarom er een bepaalde stap nog niet genomen is. Nou, 9 van de 10 keer vind ik dat een emotionele kwestie. Niet durven, angst, spannend. Inderdaad niet uit een ondernemersgezin komen. Niet weten wat normaal ook is. En de tools, ja, die komen dan vanzelf wel. En die worden ook vanzelf wel ingezet. En iedereen kan net even anders met zo'n tool omgaan. Ook helemaal prima trouwens. Dus, ja. Hoe zie jij dat zelf? Ja, ik las daar laatst, ik weet niet meer precies waar ik het heb opgepikt, maar ik heb daar laatst eens een keer een quote over gelezen en dat luidde iets in de trant van een bedrijf groeit zo hard als dat de ondernemer groeit. En dat is echt zoals ik het ook zie en zoals ik het voel, dat persoonlijke ontwikkeling en ook zakelijke groei echt zo hand in hand gaan en eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat hoor ik ook heel sterk terug inderdaad in hetgeen wat jij vertelde over mindset, belemmeringen, het mens zijn versus inderdaad de praktische tools en het in praktijk brengen. Ja. Ik had misschien een leuk voorbeeld ook voor mensen. Ik heb zelfs een klant die heeft 2 business coaches. Ja. Dus dan krijg je het vaak natuurlijk ook, hè, spreken ze elkaar tegen. Ja. Nou, in dit geval was wel heel leuk. Ik denk dat het ook een leuk voorbeeld is. Ik had met de coachie besproken dat ze nou ergens tussen de 4 tot 6 ton zou omzetten voor het nieuwe jaar. En de andere business coach vond echt wel dat ze 8 ton kon omzetten. En technisch ben ik het helemaal eens. Die dame kan dat. Ja, dus dat ben ik helemaal eens. Alleen niet dit jaar. Want je bent zover als jij zelf bent. En zover kan jouw bedrijf pas groeien. En deze dame, nou, die heeft het fantastisch gedaan. Heeft een omzet om dit jaar verdubbeld. En is geëindigd in einde van het jaar op 210.000 euro. Dus de groei vind ik al van 200.000, 10 naar 4, 5, 6 ton vind ik al enorm. Hè? Ja. Daar moet je een totaal ander mens voor zijn. En het is niet alleen maar dezelfde truc uitvoeren, maar dan dubbel zoveel of in een frequentie. Je moet ook zijn, je moet het ook kunnen dragen om uiteindelijk die omzet te doen. Belangrijker nog is natuurlijk, als je die 6 ton gaat omzetten, dat er andere mensen bij betrokken worden. En dan krijg je een andere rol in je organisatie. Dan ben je, als ik naar mijn, aan de start ben je een creator, noem ik dat altijd. Daarna word je operational owner, zeg ik altijd. Dan ga je wat dingen delegeren, maar dan doe je toch nog wel heel veel zelf. En uiteindelijk vind ik groeien later in die rol naar business owner. En de business owner heeft een team, inderdaad heeft een visie, hij heeft even de draadjes vast en uiteindelijk trekt hij aan de draadjes om die organisatie te laten draaien. Soms heeft die business owner, en dat is heel vaak, nog de functie van sales. Hè, vaak is die business owner heel goed in sales. En die moet leren delegeren.
Maar als je dus 6 ton gaat omzetten en laat staan 8 ton om gaat zetten, dan moet er natuurlijk wel hier wat gebeuren. En als je nog nooit een groot team hebt aangestuurd, ja, dan kan je voorstellen dat het hier, hè, dan ben je nog niet die persoon die een bepaalde verantwoordelijkheid, een bepaalde type persoon uit gaat stralen. Want ik vroeg ook aan haar, als je dat gaat doen, en hoeveel mensen moet je dan aannemen? Ja, want ja. Kan jij niet alleen. Hè? Dus daar had ze dan nog niet over nagedacht. Nou, super interessant. Dan denk ik, ja, alleen ga je dat niet redden. Hè? Dan ga je over de kop werken. Ik wil dat niet met mijn, coaches. Ik wil namelijk dat ze en lekker vet geld verdienen. En ook goed hun me-time indelen. Rust nemen. En blij zijn in ieder geval met de zaak. Ik heb liever dat je 5 ton omzet dan en happy the peppy bent. Dan 8 ton omzet en niet happy the peppy bent. Hè? Dus zo simpel is het voor mij. Maar hier ging het heel strak, zeg maar even bij de ene advies over, nou ja, 8 ton omzetten. Super, hè, krijg je, dat je denkt, wauw, kan dat? Ja, zei ik ook. Maar ik zei, jij bent er hier nog niet. Je moet het hier ook kunnen dragen. En daar zei ik, daar zit jouw uitdaging dan dit jaar. Dat is ook helemaal niet, het gaat niet meer om omzet. Het gaat om het dragen van de organisatie. En de groei die je daarin maakt als persoon, ja. Ja, en wat er voor nodig is, hè, je moet ook bedenken, als je een grotere groei gaat maken, ga je ook grotere investeringen doen. Ja. En het allermoeilijkste is bedrijven die groeien, hè, vooral als je boven de 3 ton gaat groeien, dan heb je andere mensen nodig, dan mag je mensen aannemen, dan moet je nadenken over welke verantwoordelijkheden en juridische aspecten daaraan vastzitten. Dat is opeens een heel ander spel wat je dan gaat spelen. Ja. Zeker als je 8 ton gaat omzetten, dan ga je weer een spel spelen. En dat vond ik dan wel heel kort door de bocht, dus ik was het daar niet mee eens. Zonder die anderen af te vallen, want daar heeft de coachie ook niks aan. Ik hoef het niet beter te weten. Maar ik wil er wel bewust van maken dat daar ook nog een ander aspect aan een bepaalde omzet vastzit. En toen zei ik, nou, dit is nou precies waarom ik jou heb gehuurd. Jij, zeg maar even, kijk naar mij als mens en hè, leg mij dit op deze manier uit. Ja, dus dat is het leuk, denk ik, om te horen dat als iemand 2 adviseurs heeft, ook tegengestelde berichten krijgt. Ja, ja, en wat bij mij, zeg maar, opkwam, en dat is misschien wel een gewaagde uitspraak om te doen, maar goed, dat kan ik wel dragen. Ja, wat ik zie in de markt ook wel eens zie gebeuren, en helemaal als het om zo'n bedragen gaat, dat er een bepaald doel voor een klant wordt gesteld vanuit het ego van een eigen businesscoach. Want als die klant dat doel haalt, dan kan ik mezelf als businesscoach, zeg maar, succesvol noemen. Terwijl als ik daar, zeg maar, heel blunt vanuit mijn eigen perspectief naar kijk, dan denk ik van ja, ik ben in mijn optiek succesvol als mijn klant het leven heeft wat bij hem of haar past. En doet wat hij leuk vindt, waar ze goed geld mee verdient. Ja. Maar het moet dan wel in balans zijn. Ja, ik begrijp ook niet, zeg maar even, waar dit doel vandaan komt. En het vindt ook heel interessant natuurlijk. Inderdaad, hoe is dit doel dan gesteld? Kijk, dat het technisch inderdaad haalbaar is, absoluut mee eens. Maar hoe zit diegene zelf in zijn vel? En wat ik al heb, we hadden het er net al over. Heel vaak komen ondernemers niet verder omdat ze bepaalde belemmeringen hebben. Nou, daar gaat hier het precies over natuurlijk. Als je een team moet gaan aansturen, ja, heb je een totaal andere rol in je bedrijf. En dan heb je een hele andere verantwoordelijkheid. Je moet ook bedenken, ik heb zelf hele grote teams aangestuurd in mijn vorige bedrijf. Ja, dan krijg je ook allemaal onderlinge politiek. Je krijgt ook, je krijgt groepjes, er komt politieke gezeur even in je interne organisatie. Je denkt dat dat ook aan de binnenkant is, maar dat komt ook aan de binnenkant. Hè. Dan word je opeens, noem ik het maar, een echt bedrijf. En een echt bedrijf, zeg maar even, met veel mensen, heeft ook andere problemen. Dus hoe heb ik dat zelf altijd opgepakt? Ik zei altijd, jongens, er wordt hier niet geroddeld, er wordt niet over iemand gepraat. Als er een probleem is, ga je naar elkaar toe. Nou, dat was natuurlijk niet altijd het geval, want er was natuurlijk altijd wel een beetje achter de ellebogen kletsen. En dan heel vaak pakte ik ze dan allebei bij elkaar en dan zei ik, jongens, we gaan even in een hok zitten. En dan zei ik, kijk maar, aan elkaar, hoe zit het in elkaar? En uiteindelijk kan je dan goede vragen stellen. Het is altijd eerst een beetje stroef, maar dan denk ik altijd, ga zo open gesprek aan. En
wat maakt het dat mensen achter iemands rug praten? Dat betekent dus dat de ene eigenlijk heel onzeker is over de ander. En dat is eigenlijk het punt wat je zou moeten aanstippen en aanraken. Wat doet het nou met de ander waarom dit gebeurt? Hele andere manier natuurlijk. Het heeft geen zin om mensen een standje te geven. Het is veel belangrijker dat die open communicatie met elkaar er is. Ja. Ik denk dat dat wel ook heel mooi is. Dat je die rol zeg maar in je bedrijf kunt pakken. En ook je ervaring als coach zijn kunt meenemen. Ja, natuurlijk. Maar dat is wat ik natuurlijk... Ik heb 21 jaar een werving- en selectiebureau gehad. Ik had daar 16 mensen in dienst. Ja. Ook hele jonge, ook wat ouderen. En je ziet gewoon, zeg maar, daar, ja, daar zie je bepaalde dingen gebeuren. En daar zal je dan even als business owner echt mee om moeten gaan. En sommige dingen, ik heb daar heel erg van geleerd. Hè. Ik heb ook dingen over mijn grenzen heen laten gaan. Ik ben niet voor niks, heb ik het bedrijf verkocht. Ik dacht nooit weer, wat dat betreft, zo'n organisatie. Ik neem ook nooit meer iemand aandacht aan. Maar goed, toen dacht ik, ja, dat ligt ook aan mij. Ik heb ook bijvoorbeeld bepaalde zaken moeten leren. Zeg maar even misschien beter aan te stippen of daar het gesprek over aan te gaan. Toen dacht ik, ja... Een ervaring uit het verleden wil nog niet zeggen dat dat ook in het heden is. En toen, uiteindelijk heb ik in mijn nieuwe bedrijf van Master Your Business Moves binnen een week deze hier direct aangenomen. En dan had ik binnen eigenlijk weer een nieuwe collega. Wat leuk. Ja, ja. Dat was eigenlijk mooi. Grappig wat dat betreft. Maar ja, dit is ondernemen. Like, hè? Dus daar ondernemen is een avontuur wat dat betreft, vind ik heel erg, en een reis. Dus als je daar nou van geniet, ik denk dat dat het allerleukste is van ondernemerschap. Ja, ja. Absoluut. Ja. Wat wil je nog als laatste tip, denk ik, geven aan mensen die nu nog zitten te luisteren, hoe ze een business coach kunnen kiezen? Als laatste tip. Ja, ik denk dat ik vooral zou willen meegeven om echt bij jezelf even goed na te gaan. Ook allereerst van wat voor hulpvraag heb jij? Is dat een hulpvraag op gebied van inderdaad mindset bijvoorbeeld? Is dat een hulpvraag op het gebied van praktische zin? Is het een combinatie van? Als je start met ondernemen is het bijna altijd een combinatie van natuurlijk. Ja. Ja. En op basis daarvan zeg maar je eerste filtering te gaan doen. En vooral, dat klinkt misschien een beetje cliché, maar echt te luisteren naar je gevoel daarin. Ik ben echt iemand, ik ga een kennismaking in. Ik maak kennis met een persoon en ik voel eigenlijk direct aan mijn onderbuik. Van hey, dit wil ik doen. Het vuurtje begint te branden. Of ik voel een beetje zo van, ik weet het allemaal niet. En op het moment dat ik echt dat vuurtje, dat het begint te kriebelen, dan weet ik gewoon, ja, dit zit goed. Dit ga ik doen. Dus door echt naar je eigen gevoel te luisteren en ook te kijken of je echt een klik met degene voelt die je kiest. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens en ik maak hem nog wat praktischer. Zelfs. Want hoe kan je nou naar je eigen gevoel luisteren? Ik denk dat dat heel veel mensen geen idee hebben. En dat is precies hetzelfde, denk ik, ook als diegene met klanten gaat werken, maar ook met leveranciers gaat werken, maar ook als je personeel gaat aannemen. Mm-hmm. Weet waar je zelf voor staat. Wat zijn je eigen normen en waarden? Daar gaat het hier heel erg om. Als je weet wat je eigen normen en waarden zijn, even mijn normen en waarden zijn open, transparant, eerlijk, integer, echt willen doen, zeg maar even, de ander vertrouwen geven. Nou, dat zijn een aantal van die basisdingen, open communicatie, al dat soort dingen zijn voor mij superbelangrijk. Als ik dat niet voel bij de ander inderdaad, de andere klant, maar dat is ook soms bij een leverancier of als je wat gaat inkopen, dan ga ik niet met die partij of persoon aan de slag. Dus toen ik vroeger ook besluiten moest maken, om bijvoorbeeld, ging een nieuw CRM-systeem kiezen. En uiteindelijk hadden we dat heel technisch aangepakt. We hadden 5 rijen, we hadden 5 mensen die een presentatie kwamen geven. We hadden harde feiten waaruit het programma aan moest voldoen. En we hoefden alleen maar aan te kruisen welke feiten dat waren. Uiteindelijk kwamen er 2 uit die evenveel kruisjes hadden. En dan moet je gaan kiezen. Welke neem je nou wel en welke neem je nou niet? En dat is net zoals bij de business coach, zou ik zeggen. En dan ga je kijken naar je waarde. Waar staat de persoon voor waar je mee gaat werken? Klikt dat inderdaad met jouw waarde?
Want als het klikt, hè, je hoeft het niet eens met elkaar te zijn, maar het moet wel respect zijn. Juist moet jij het niet eens zijn, want jij moet de ander verder helpen. Maar als wel dat respect er is, de waarden kloppen die beide partijen hebben, dan wordt het een succesvolle samenwerking. Dus dat is even een praktische tip om nog verder die keuze, denk ik, te maken. Ja, mooie toevoeging. En ik denk heel interessant om hem daarmee af te sluiten, omdat we vaak zo gebrand zijn om te laten zien wat we allemaal kunnen en wat we allemaal bieden en dit en dit. Ja, ja. Maar tot uiteindelijk het besluit toch genomen wordt op inderdaad het gevoel en de waarden die wel of niet matchen. Ja, ja. Het gaat nooit even over prijs. Nooit. Ja. Dus dat ben ik het eigenlijk, de hele prijs is totaal niet interessant. Het gaat uiteindelijk altijd om de toegevoegde waarden en inderdaad de normen en waarden die de ander heeft, die de ander verder kan helpen. Dus, nou, dankjewel in ieder geval voor jouw leuke gesprek. Ik sluit de podcast hiermee af. Ik hoop dat dit leuke gesprek met Danique je inzicht geeft hoe je een business coach kan kiezen. En hoe leuk is het dat ik dat met Danique doe. Wij voelen ons allebei collega's in het veld. Juist daarom willen we laten zien dat twee collega's, hè, iedere klant kiest zijn eigen business coach om andere redenen, omdat dat anders klikt of in een andere situatie zit. En ik denk dat het superleuk is om te hebben gehoord hoe je die keuze in ieder geval kan maken. En we bedanken je voor het luisteren en tot de volgende keer. Heb je vragen, dan kan je mij mailen francina@masteryourbusinessmoves.nl. En Danique, waar kunnen ze jou vinden? Ja, goede toevoeging inderdaad om te doen. Ik ben te vinden op Instagram onder Danique, dat is DANNIEK. Oberijen, OBER, lange IE, _ Baido, B-Griekse IDO. Niet het meest makkelijke, maar ik hoop met gespeld dat het wel moet lukken. En natuurlijk ook op de website www.baidocoaching.nl. Helemaal goed. Dankjewel. En tot de volgende keer, zou ik zeggen. Bedankt voor dit interview. Ja, leuk. Jij ook bedankt.